Herkent u het nog van vorige week? De Rotterdamse wijk Spangen? De wijk waar jong Vitesse-speler Lassana Faye en zijn vrienden opgroeiden? Een wandeling door die wijk eindigt stevast met een potje voetbal op het Spartaplein. Wanneer God ja zegt, kan niemand nee zeggen. Net als nu, als ik zit dicht tegen het eerste aan, zegt mijn moeder van ja, je moet gewoon geduld hebben. Als God zegt van ja, deze deur gaat open, kan niemand die deur dicht houden. Met Hakan, de buurjongen van mij, kwam ik hier altijd spelen, doeletje doel of gewoon hier voetballen. Het was altijd voetballen. Wie was jij dan? Ronaldinho en Cristiano Ronaldo. Ja. Ik probeerde hen altijd na te doen. Cristiano Ronaldo met zijn schaartjes natuurlijk. Ik probeerde altijd die schaartjes na te doen en Ronaldinho met alles. Hij was mijn idool. Akka's, dribbelen, schieten, ja, alles. En we eken niet de Tavares Lopez. Ja, een jongen van de buurt. Nadat we bij Spartaplein hebben gevoetbald, komen we hier. We hebben allemaal tegenslagen gehad, maar vooral als we hier komen, dan alles wat je op je hart hebt, zeg je. En dan geeft iedereen zijn mening en dan word je gesteund. En dan ga je naar huis en dan denk je van ja man, wat hij vandaag heeft gezegd klopt wel. Jullie zijn eigenlijk elkaars psycholoog? Ja, mentaal. Vooral hier hebben we veel mentale gesprekken hier. Ja. Veel mentale gesprekken hier. We houden elkaar scherp. Dat is wat we doen. We willen van elkaar het beste maken. Kijk, er zijn veel aanvallers in deze voetbalwereld. Er zijn weinig linksbacks, die echt goede linksbacks, die mee kunnen opkomen, die kunnen voetballen en hun mannetje kunnen uitschakelen. We moeten met elkaar zo hoog mogelijk komen en dan heb je elkaar af en toe wel eens nodig. Ook al doe je het wel alleen op het veld, maar je hebt elkaar wel nodig. Wanneer je het even niet mee zit, heb je wel gewoon even een goed woordje nodig. Het is een race gewoon wie als eerste bij de finish gaat komen. Want we zijn allemaal dezelfde leeftijd en wie gaat het eerste echt als eerste uit de buurt. Dat is de race. Maar voor ons maakt niet uit wie die race wint. Zolang maar eentje van ons wint, winnen we allemaal. Je staat op een drempel, heb ik de indruk. De drempel tussen jong en het eerste. Wat is er nog nodig om die drempel over te stappen, definitief? Ik denk van ja. Wat ik doe, ik train gewoon elke dag met het eerste. Ik zit nog niet vast bij de selectie. Ik train gewoon met het eerste. Ik probeer trainen te bewijzen dat ik het niveau aan kan. Ik denk dat ik dat elke training probeer te bevestigen. En ik wacht gewoon op mijn kans. En ja, zodra, het draait er niet om dat je je debuut maakt. Je debuut maken is leuk, maar het draait erom wat je daarna doet.